ABO-parlementariër Edward Belfort heeft de groep vakbondsleiders die zich de afgelopen dagen op het onafhankelijkheidsplein ophielden, te woord gestaan. Het assembleelid toonde aandacht voor de groep, omdat hij van mening is dat die groot gelijk hebben om aandacht te vragen aan het parlement voor de financieel-economische situatie in het land. Ik ben niet meer aan de dynamie. Ik zei het ook. Ja, ze zijn met mij zo. Dan is het dan dat ik alles heb gezien. Dan ga ik zeggen, ja. Maar ik zeg zelf, 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 Belfort zegt dat het onacceptabel is voor het volk om te moeten ervaren dat hij een van de weinige parlementariërs is die een open oor heeft voor groepen en individuen die protesteren omdat zij de situatie niet aankunnen. Zijn handelingen moeten juist als aanzet worden gezien voor zijn collega's om meer empathie te tonen. Vakbondsleiders Imro Edam en Lloyd Pohl deelden de aanwezige media mee dat zij niet zullen stoppen met de protesten totdat er een verandering te merken is bij de autoriteiten.